Even een klein introotje vooral, want ik ben nu dus deze weekvlog aan het werken die jullie nu gaan kijken. En ik moet echt, echt sorry zeggen, het is zo'n saaie weekvlog geworden. Ik dacht net ook echt van ja, moet ik dit wel online zetten? Maar ik denk dat jullie een video leuker vinden dan geen video, althans dat hoop ik. De week komt er wel een hele leuke wintershoplog aan, dus die ga ik wel voor jullie filmen. Maar ik wilde vooraf gewoon even sorry zeggen voor deze hele saaie weekvlog. Mijn week was ook gewoon niet zo heel boeiend. Ik moest veel werken. Mas en Lex waren op Curaçao. Dus moest ik veel invallen. Het was slecht weer buiten, weinig buiten geweest. Dus dat eigenlijk een beetje. Zoals je hoort ben ik nu ook een beetje ziek. Niet echt ziek, maar wel verkouden en niet helemaal lekker. Dus het was gewoon echt even een niet zo'n interessante weekvlog. Ja, sorry, die zitten er soms ook tussen. Die week heb ik ook. Dus ik wil jullie alvast waarschuwen, maar toch heel erg veel plezier best met kijken naar deze weekvlog. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik heb zo meteen even snel met mijn lief afgesproken. We moesten allemaal eventjes wat content hebben voor een samenwerking. Dus dat gaan we eventjes in de stad doen. En daarna moest ze snel door, want ze moet dus iets maken voor een verjaardag. Dus we hebben niet heel lang de tijd, maar wel eventjes gezellig. Ik heb nu nog mijn joggingspak aan, maar ik ga hem eventjes omkleden. Ik moet even een foto maken voor mijn jewelry en voor burka. Dus dat is helemaal leuk. Mijn jewelry heeft echt superleuke nieuwe sieraden. Ik zal ze even laten zien. Deze oorbellen heb ik gekregen in dit ringetje. En dan hier liggen nog oorbellen en kettingen. En ik had ook afgelopen weekend had ik al een paar oorbellen in. Die zitten hierin, denk ik. Deze vind ik ook echt superleuk. Dus daar ga ik eventjes een fotootje mee maken. Super chill en lief dat Madelief even wilt helpen. En het scheelt ook dat zij zelf ook iets op de foto moet hebben. Dus ik voel me altijd iets minder schuldig om iemand om hulp te vragen om een fotootje te maken. Ik ben terug van de stad met Madelief en we gaan het er maar even niet over hebben hoe slecht deze foto's maken ging. Want het sloeg echt helemaal nergens op. Ik had echt zo niet mijn dag en mijn haar zit de laatste tijd zo plat op mijn hoofd. Ik moet echt even wat anders ermee gaan doen, want ik weet, het ziet er gewoon niet uit. Maar ik moest wel echt 3 stories voor burka en 3 stories voor mijn jewelry hebben. Dus die heb ik net eventjes in mijn kamer gemaakt en net opgestuurd. Dus ik hoop dat die goed zijn gekeurd. Want dan heb ik die in ieder geval vast af. Ik moet alleen echt nog een foto voor mijn jewelry, zeg maar, als post. Maar het zag er gewoon echt, echt niet uit. Dus daar moet ik nog eventjes wat anders op gaan bedenken. Dat was niet de reden waarom ik mijn camera aanbrak. Ik dacht al, ik vond het als een groot pakket. Maar goed, we beginnen met de broek die ik dus zelf heb besteld. En het is dus een beetje een lookalike van de Rotate broek. Ik weet even hoe leuk dit is. Met van die, ja, hoe noem je dit? Strikjes? Nee, stiksels? Veters? Veters aan de voorkant. Echt onwijs leuk. En ik had hem dus ook bij iemand anders op TikTok gezien. Dat hij dus echt heel mooi aansluit. Dus ik heb helemaal goede hoop erin. En ik heb hem in een maatje XS. En de rest wat erin zit is een verrassing. Dat weet ik dus ook niet. Allereerst een tote bag. Altijd handig. Altijd chill om te hebben. Dan een blazer. Oeh, die is heel mooi. Ik hou dus echt heel erg van, sowieso van blazers, maar ook echt van grijze blazers. Kijk. En hier op de mouw staat Iconic Collection. En dan op de rug heb je heel groot 24 staan. Ik vind het echt leuk. Ik hou ook echt heel erg van Bordeaux. Laatste tijd vind ik ook echt heel erg leuk. Leuk voor mijn tas ook. Dus hier ben ik heel blij mee. Zo lief sowieso dat ze echt allemaal extra dingen erbij hebben gedaan. Dus die. Oeh, dan nog een broek. En ik ben echt en oprecht afgelopen weekend wilde ik dus een grijze spijkerbroek aan. Maar ik heb dus gewoon geen grijze spijkerbroek. Dus dit komt echt als geroepen. Hele mooie donkere spijkerbroek. Een beetje straight leg is het. Oh, wide leg is het. Staat er. Ook weer in een XS. En nog een broek nou. Helemaal leuk joh. Een licht grijze spijkerbroek. Want die heb ik ook niet. Ook echt super chill. Volgens mij is dit dezelfde als die donkere. Alleen dan in een lichtere wassing. Ook echt een super mooie broek. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga ze gelijk wel eventjes voor jullie aantrekken. Oké, ik heb eerst eventjes de broek aangetrokken die ik zelf had besteld. Oké. Zie je niet zo heel goed. Ik zal even wat lager zitten. Deze. Ik vind hem echt zo leuk. En hij zit dus echt perfect. Hij sluit dus echt heel mooi aan. Helemaal geen ruimte aan de bovenkant over wat ik normaal altijd heb met broeken. Ik vind hem heel leuk. Ik ga even die blazer aantrekken. Ik zou die blazer niet per se op deze outfit aantrekken, maar eventjes voor het model. Dat jullie even kunnen zien
hoe die staat. Ook echt heel erg leuk. En dit is het andere model van die andere broek. Hier ben ik ook zo blij mee. Hij zit echt, hij sluit weer gewoon zo goed aan. En qua lengte is die niet mega veel te lang voor mij. En ik was echt, ik had echt de laatste tijd zulke broekencrisis. Dus ik ben er echt helemaal blij mee. Sowieso in grijze broeken. Ik had gewoon helemaal geen grijze spijkerbroeken meer. Dus helemaal blij hiermee. Nou, wat ik net meemaak, ik ben echt gewoon nog steeds helemaal aan het trillen. Het is vandaag donderdag en ik ben vandaag op werk. En ik sta vandaag in mijn eentje, want Mas en Lex die zitten heerlijk op Curaçao. En ik wilde naar binnen en we hebben zo'n tagje, zeg maar, om het alarm eraf te halen. En dat deed het dus niet, dus het alarm ging af. Maar ik wist die alarmcode niet en dat maakte een herrie, dat alarm. En ik Lex bellen 2 keer, neem niet op. Ja, het is natuurlijk 3 uur 's nachts daar op Curaçao, dus ze sliepen gewoon. Maar ik wist die code niet, dus ik Mas bellen echt 3 of 4 keer. Toen nam ze uiteindelijk op en had ik die code, maar echt... Ik was echt helemaal in shock. En daarnet kon gewoon de politie binnenlopen. Om te vragen wat er aan de hand was. Natuurlijk wel heel goed dat ze gelijk daar staan. Maar oh my god, ik was echt. Ze kwam binnenlopen. Toen dacht ik, gaan jullie mij nu meenemen? Of what's happening? Maar goed, het is dus vandaag donderdag. En ik moet dus vandaag lekker werken. Ik ga even de winkel opstarten. En lekker beginnen. Het is vandaag vrijdag. En ik ga even klaarmaken. Want ik heb zo meteen even met Roos afgesproken. Woensdag had ik natuurlijk samen met Madelief ging ik even een foto maken voor mijn jewelry. Maar die was zo... Ja, het lukte gewoon überhaupt niet. Dus er zat niet eens 1 foto tussen waarvan ik dacht, oh ja, dat kan wel. En ik ben ook wel kieskeurig met foto's. Maar Madelief die is bijvoorbeeld weer altijd, die vindt alles wel leuk. En zelfs Madelief zei van, nee, dit is echt niet alles. Dus Rosa die gaat me vandaag eventjes opnieuw helpen en... Zij moest ook een samenwerking met Burga opnieuw filmen. Dus dat kwam ook wel goed uit eigenlijk. Dat gaan we eventjes doen. En daarna wil ik eigenlijk eventjes door naar de stad rijden. Want het plekje waar we heen gaan zit net buiten de stad. En even 2 topjes bij de Zara terugbrengen. Want die liggen hier al eventjes. Dus die moeten echt terug. Maar ik ga eerst eventjes mijn make-up doen en me klaarmaken. En de hele shebang erbij. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb eventjes deze trui eroverheen gedaan van Harper. Want anders is ze op de scooter echt ijskoud. Verder alles van mijn jewelry en mijn UX. En ik hoop echt dat die foto gaat lukken. Want het moet gewoon lukken. Het moet vandaag erop. Dus ik heb geen keus. Ik ga nu richting Roos. En dan gaan we even lekker het drankje doen. En even een fotootje maken. Oké, nou jongens. We hebben net foto's gemaakt en video's. Voor en we Burga. Gaan nu even naar de Primark. Ja. Ik film echt op tafel. Want we gaan even een klein shopje doen. Ja. Dus wij zien jullie straks de ballen. Ik heb hier eventjes heel snel een fotootje en een filmpje gemaakt. Ik ben zo overbelicht. Nou, ik ben juist heel erg onderbelicht. Onderbelicht. Ik ben gewoon... Hé, je ziet mij gewoon niet. Nee, where am I? Je ziet echt alleen... De ja, we gaan nu eventjes snel naar de Primark. En dan loop ik ook nog even naar de Zara. En mijn haar, jongens, echt van die scooter... Scooter! Het is niet oké. Okay. Challenge. Jeetje. Ik ben weer thuis en ik heb gelijk de stories voor Burga en de post voor mijn jewelry bewerkt. Allebei gelukkig gelijk goedgekeurd. Echt helemaal blij mee. En ik heb even snel gedoucht en mijn gezichtsmake-up eraf gehaald. Mijn wimpers en wenkbrauw heb ik wel laten zitten, want ik ga zo meteen gezellig uit eten met Stan, Denise en Bas. Dus ik ga eventjes mijn make-up voor mijn gezicht opnieuw doen. Dus ook nog even snel de Zara ingelopen, want ik moest dus wat terugbrengen. En toen zag ik echt dus dit mega leuke topje. Of ik doe hem vanavond aan, of ik bewaar hem voor de feestdagen. Maar ik vond hem echt heel erg mooi. Zo'n satijnen top. En dan met zo'n flap hier zo. Dus even kijken of ik deze vanavond aan doe of wat anders. Maar daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ga eventjes make-up doen. En dan zo meteen Stan ophalen. En dan gaan we bij Moja eten in de stad in Den Haag. Dat is dus een tapas en sangria bar. Dus helemaal zin in. Ik hou echt zoveel van sangria. Oké, ik heb mezelf helemaal klaargemaakt. Ik heb dus deze nieuwe oorbellen in van Le Fair. Die heb ik net binnengekregen. En ik vind ze zo leuk. Ze zaten er ook in het goud in, maar ik denk dat ik zilver nu even leuk vind. Ik heb die nieuwe top aan. Ik weet niet of je het heel goed
kan zien. Maar hij ging met moeite dicht. Maar hij zit dicht. En gewoon een spijkerbroek. En gewoon een grijze spijkerbroek. En dan doe ik daaronder deze laarsjes van Isabel Marant. Ik denk gewoon mijn zwarte trenchcoat en mijn bordeaux tas. Ik ga wel nog eventjes een beetje spray in mijn haar doen. Ik weet niet. Ik heb dus laatst deze gekocht van Sophia May. Maar ik weet nog niet helemaal wat ik er nou vindt. Of als iemand tips hiervoor heeft hoe je dit het best kan gebruiken. Want misschien gebruik ik het wel helemaal niet goed. Let me know. Want echt de laatste tijd, volgens mij zei ik het ook aan deze vlog, maar de laatste tijd, ik denk ook gewoon dat het door het weer komt, zit er zo geen volume in mijn haar. Ik ga eventjes de laatste spulletjes pakken en dan ga ik naar stand toe rijden en dan gaan we heerlijk uit eten. Echt helemaal zin in. Het is vandaag zaterdag. Ik moet echt super snel naar werk toe. Ik heb een beetje haast. Dus jullie zien mij vanmiddag weer. Maar ik heb dit pak aan van Studio Amaya. Die verkopen we ook in de winkel. En deze body komt ook uit de winkel. Of deze kant top met van die leuke mouwtjes. En mijn nieuwe oorbellen van de Veer. Die ik gisteravond ook in had. Het eten was echt heel erg gezellig. Lekker gegeten. Lekker gedronken. Dus helemaal leuke avond. Maar nu ga ik heel snel werken. Het is vandaag maandag. En ik zie er echt... Soms denk ik echt, waarom zet ik mezelf zo op YouTube? Maar goed, hè. Het is dus vandaag maandag en ik heb zo meteen een afspraak bij de pedicure. Want ik had echt zo, of nou niet heel veel eelt op mijn voeten. Maar ik vond gewoon dat het eventjes tijd was om even ook in de winter naar die voetjes te laten kijken. Want normaal doe ik dat eigenlijk altijd alleen maar in de zomer. Maar ik dacht, laat ik het dit jaar ook een keertje gewoon bijhouden in de winter. Dus er over een uurtje een afspraak. En het is best wel lekker weer buiten, dus ik wil eigenlijk ook eventjes gaan hardlopen. Ik moet daar sowieso echt eventjes een beter schema in gaan krijgen. Want ik wil gewoon echt beter worden met hardlopen. En daarvoor moet je het gewoon wel echt 2 tot 3 keer in de week doen. En ik wil eigenlijk eventjes een TikTok opnemen. Want ik heb hier, ik weet niet of je het wil zien, zoveel pakketjes binnengekregen met dingen die ik heb besteld en gekregen heb. En eigenlijk wil ik er eventjes een leuke TikTok van maken zo meteen. Maar ik denk dat ik dat na de pedicure ga doen. Anders wordt het een beetje een gehaaste TikTok misschien. En ik zie dat mijn camera leeg is. Dus die ga ik ook eventjes in de oplader doen. Ik ben terug van de pedicure. En ik heb eventjes een TikTok opgenomen. Met allemaal nieuwe items die ik heb binnengekregen of gekocht. Want het stond hier echt een beetje in de hoek te wachten tot ik het ging filmen. Maar ik heb het nu gefilmd. En ik heb net eventjes 2 bolletjes gegeten met kipfilet. Want ik wil zo meteen gaan hardlopen. En ik zag op TikTok dat je het beste iets van een wit bolletje. Omdat dat snel verteerbaar is. En dan moet er ongeveer 1,5 uur tussen zitten voordat je gaat lopen. Dus ik ga over 3 kwartier ongeveer lopen. En ik ben dus terug van de pedicure en ik ben er zo blij mee. Ik heb altijd wel bij de pedicure dat ik denk, nou, dit had ze wel even wat verder mogen tijden. Of dit had ze wel wat anders mogen doen. Maar nu was letterlijk alles perfect. Dus helemaal blij mee. Terug van hardlopen. En deze keer ging het echt oprecht een stuk beter. De allereerste keer dat ik ging hardlopen ging ik gewoon zo hard en zo ver als ik kan. En dat is gewoon echt niet slim om te doen. Want ik was echt back off. En na elke kilometer moest ik een pauze nemen. Ik had nu dus op TikTok had ik een soort van schema gezien. Hoe je dus binnen 7 à 8 weken de 5 kilometer non-stop kan halen. Want 5 kilometer vind ik echt wel een prestatie. Want ik heb nooit op een sport gezeten met uithoudingsvermogen. Of nou ja, ik heb dan echt heel lang op dansen gezeten. Vanaf mijn 4e tot mijn 19e volgens mij. En daar heb je ook wel een beetje uithoudingsvermogen voor nodig, maar toch anders. Ik heb nooit op een groepsport of op een rensport of weet ik wat gezeten. Ik heb nooit hard gelopen eerder. Dus ja, 5 kilometer aan 1 stuk door op een goed tempo is voor mij een mooi doel binnen 7 of 8 weken. En ik had dus deze op TikTok gevonden. Ik ga nu eventjes wat lunch maken. Ik ga eventjes een eitje met kipfilet en een crackertje eten. Ik wil echt weer eventjes goed mijn best doen met eten en sporten. Want dat heb ik de afgelopen maanden echt, echt verwaarloosd. Ik ben alleen echt nog steeds op zoek naar een goede sportschool hier in de buurt. Het was een beetje ruk, maar goed. Dat komt ook vanzelf wel weer. Het is vandaag woensdag. En ik ben net al eventjes terug van de stad. Ik had een samenwerking met de Normal. Dus daar ben ik eventjes naartoe gegaan. Leuke dingetjes uitgezocht. Leuk filmpje van gemaakt. En ik ga zo meteen de Rieuws eventjes verder afmaken, maar daarvoor was ik dus al eventjes naar de stad gegaan. En het moest een beetje vroeg, want ik ga dus zo meteen lunchen met mijn moeder en mijn opa om 1 uur. Het is nu 12:15, dus
En mijn lief was zo lief om mij te helpen. Dus er zitten ook wat spulletjes voor haar in. Maar ik moet eerst even die video afmaken en dan kan ik het daarna aan haar geven. En er zijn 2 pakketjes binnengekomen. Van Bayou en van Connected. Ik had dus bij Connected een jurkje gezien van een nieuwe collectie. En ik vond het wel echt een heel leuk jurkje voor of de feestdagen of voor oud en nieuw of I don't know. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg leuk. Het is een bordeaux rood corset jurkje. Dit is hem. Er stond dus op de website van hij valt een beetje groot. Nu heb ik eigenlijk altijd een XS en heb ik dus ook gewoon een XS besteld. Want er was geen maat kleiner. Dus ik hoop dat hij past. Maar ik denk het wel. Maar ik vind het echt zo'n mooi jurkje voor de feestdagen. Met mooie zilveren sieraden of zo erbij. Hier ben ik helemaal blij mee. En er was dus Bayou Sale. En ik was dus laatst al toevallig naar de Bayou Sample Sale geweest. Toen heb ik ook een bikini gekocht. Maar nu zag ik dat ze Black Friday Sale hadden. Ik kon het me weer niet inhouden. Dus heb ik een bikinietje. Topje in deze groene kleur. Ik vind het wel echt een mooie kleur als je lekker bruin bent en je haar lekker blond is of zo. Maar ik vind het ook een hele mooie kleur voor mensen met rood haar en bruin haar. Maar goed, die kleur heb ik niet. Dus vandaar dat ik zeg met licht haar. Deze. En dan het bijbehorende broekje erbij. Ik moet zeggen, ik vind dat broekje wel een beetje... Dat is de vaatwisser. Ik moet zeggen, ik vind dat broekje wel een beetje lastig omdat deze dingen zo mega groot zijn. Maar... ik vind het ook wel weer heel erg gaaf. Dus hier ben ik helemaal blij mee. Niet dat ik überhaupt een vakantie gepland heb staan of iets binnenkort. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Even kijken hoeveel tijd ik nog heb voordat mijn moeder me komt ophalen. En of het nog lukt om die reels af te maken voor normal. En anders doe ik dat daarna of morgenochtend. Want het is ook best wel donker in mijn kamer. En morgen staat er dat de zon gaat schijnen. Dus dan kan ik het ook altijd nog eventueel eventjes voorwerp doen. Ik heb trouwens deze nieuwe trui aan van Lissy van der Licht. X Shubi. Ik vind hem echt helemaal leuk en gezellig. Ik ben weer terug van lunchen. We hadden lekker eventjes wat gegeten bij de Bonte Haas. Als een lunchtentje hier in de buurt. Ik heb dat verder niet gefilmd. Want ik denk dat mijn opa en mijn moeder allebei niet op de vlog hoeven. Maar het was heel erg lekker en eventjes gezellig. En nu ben ik thuis en er kwamen 2 pakketjes binnen van Look Fantastic. En die wil ik echt heel erg graag aan je laten zien. Want zij hebben echt altijd de leukste adventkalenders. Die heb ik laatst al in een video aan je laten zien. Maar ook echt de allerleukste boxen. En ik heb er dus 2 van hun gekregen. Ik heb ook weer nieuw product uitgekozen. Wat ik elke maand doe. Al mijn favorieten en zo. Maar dat laat ik allemaal op Instagram zien. Maar nu ga ik eventjes deze box aan je laten zien. Ik heb er dus 2 gekregen. Allereerst... deze. Hoe chic en mooi is deze überhaupt al verpakt. En dit is ook echt oprecht een tip voor de feestdagen. Want dit is natuurlijk gewoon super leuk om aan iemand cadeau te geven. Dit is de box. Ik begin even met dit gezichtsmasker. Dit is van MZ Skin. Ik ken het zelf niet. Het is Anti-Pollution Hydrating Face Mask. Detox en Hydrating Hydrogel Face Mask. En dit is dus zo'n sheet mask. Wat je dus gewoon kant-en-klaar op je gezicht kan doen. Dat vind ik altijd echt heel fijn. Want dan maak je niet zo'n zootje van alles. Dan iets waar ik net heel enthousiast van werd. En dat is Ten Luxe. En voor de mensen die mijn vorige Look Fantastic unboxing volgens mij hebben gezien. Die weten dus dat ik een zelfbruiner bij hun heb besteld. En ik vind die echt oprecht top. Dat is dus een zelfbruiner. Doe je een paar druppeltjes van in je dagcreme. En ik heb die al best wel vaak gebruikt. En dit is dus de Hyaluronic Self Tint Serum. Met een super glow. Dus dit is, hier zit en Hyaluronic in. En je krijgt er een glow van. En zelfruiner. Nou, wat wil je nog meer in de winter? Ik denk niks. En ik vind dit dus echt een heel fijn merk. Dus ik ben heel erg benieuwd om deze uit te gaan proberen. Dan iets wat altijd lekker is. Van Rituals de Body Scrub. Ik ben dus de laatste tijd echt heel erg bezig met als ik de douche uitkom. Elke keer mijn huid helemaal insmeren met body lotion. En mijn skincare helemaal goed te doen. En goed voor mijn haar te zorgen. En een body scrub vind ik ook echt altijd super lekker om 1 keer in de week te doen. Je hebt gewoon het gevoel alsof je echt even helemaal goed schoon bent. Alle dode huidcellen van je af. En Rituals is altijd goed. Dan zit er een lash serum in. Hier ben ik echt heel benieuwd naar. We hadden toevallig laatst met die meiden over lash serums. Dat Isa die nu gebruikt. En dat haar wimpers echt super erg zijn gegroeid. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ga hier denk ik echt gelijk vanavond mee starten.
En ik zal jullie wel een beetje up-to-date houden in de weekvlogs hoe ik dit vind. Echt oprecht een hele leuke box. Oké, dan zit er nog iets in van Anastasia. De Brow Freeze Styling Wax. Die heb ik dus vroeger heel veel gebruikt, totdat die op was. En die vond ik altijd heel erg fijn. Je doet hier wel echt heel lang mee. Dat is alleen maar een pluspunt. Maar deze. Gewoon een doorzichtige wax voor je wenkbrauw. Die vond ik echt heel fijn altijd. Dus ik ben blij dat ik die weer opnieuw heb. En natuurlijk iets wat niet kan ontbreken. En dat is de Sol de Janeiro nummer 62 Body Mist. Die vind ik ook echt heerlijk. En dit is echt zo'n handig formaatje om mee te nemen in je auto. Of naar een feestje. Of uit eten. Of naar je werk. Dit is echt top. Dus dat is alles wat er in de eerste box zat. En dan heb ik nog een box. En dat is deze. En daar zitten ook weer allemaal mooie producten in. En net weer eventjes iets anders dan in de box die we net hadden. Hier zit namelijk dit in. En ik zie één ding wat wel hetzelfde is. Ik zal die gelijk eventjes laten zien. En dat is de Anastasia wenkbrauw gel. Die ik net dus ook liet zien. Dan een brow booster. Nou, ik ga helemaal goed hierop. Dit is dus een serum voor je wenkbrauwen. En mijn wenkbrauwen die zijn nooit mega dik geweest. Wat ik altijd wel wat mooier vind als ze wat voller zijn. Dus daarom doe ik altijd een brow lamination. Waardoor ze dus wat voller lijken. Maar hier ben ik ook wel echt heel benieuwd naar. Maak je wenkbrauwen dikker, voller. Heel erg benieuwd naar. Kan ik samen vanavond gaan gebruiken met het wimperserum. Dan van Medic 8. En dit is echt een heel goed skincare merk. Hydra 8 B5 Intense. Dan om even in het skincare thema te blijven heb ik hier nog een toner van... Ja, ik kan dit dus nooit uitspreken. Caudalie? Ik weet het niet zo goed. Maar deze en het merk heb ik ook al vaker gehad. Niet dit product, maar wel een dagcreme en een oogcreme. En die vond ik altijd heel erg fijn. Dus hier ben ik ook zeker heel erg benieuwd naar. Ik vind met van die boxen gewoon heel erg leuk dat je producten krijgt die je normaal misschien niet zo snel zelf zou kopen. Maar daardoor wel nieuwe favorieten erbij krijg. Bijvoorbeeld deze. Deze had ik toen ook een keertje in een box van Look Fantastic. En die vond ik toen echt oprecht heel erg fijn. Terwijl normaal zou ik hem zelf misschien niet zo snel kopen. Dus met zo'n box is het juist leuk dat je een beetje nieuwe dingen leert kennen. Dan zit er nog een oogcremetje in. Ik ken het merk zelf verder niet. Maar het ziet er wel heel schattig uit. Oh, het is een mini. Er zit iets van NARS in. En ik hou echt van NARS. Ik vind de bronzer van NARS super fijn. Ik vind de concealer super fijn. En foundation. Ik blush. Ik vind NARS sowieso echt een heel erg fijn merk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dit is een lippencil. In de kleur Walkie Ray. Als ik het goed uitspreek. Oeh, hele mooie kleur. Het is ook echt zo'n kleur wat bij iedereen mooi staat. Dat ze niet, zeg maar... Sommige boxen hebben natuurlijk dat ze echt zo'n knalrode kleur erin doen. Maar ja, niet heel veel mensen dragen dat. En dit is echt zo'n hele mooie kleur wat voor iedereen kan. Dus ook echt super mooi. Zoals ik zei heb ik deze box weer gekregen van Look Fantastic. En ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten waar je deze boxen kan vinden. En als je nou benieuwd bent wat ik nou nog meer zelf bij Look Fantastic heb besteld. Moet je rond Black Friday eventjes mijn Instagram stories in de gaten houden. Want daar deel ik de rest op. En nog een leuke kortingscode. Dus dat alvast. Maar ik wil deze boxen alvast eventjes aan jullie laten zien. Dit is het einde van deze weekvlog. Zoals ik aan het begin zei is die niet heel denderend geworden en... Ik vind het heel knap als jullie tot het einde door hebben gekeken. Dus bedankt daarvoor als je dit nog ziet. Maar goed, zoals ik zei, die week zit er ook wel eens tussen. Jullie zullen vast ook wel weken hebben die voor jullie niet heel boeiend zijn. Die heb ik ook. Alleen is er bij mij dan niet heel veel leuks om naar te kijken. Maar ik hoop dat jullie het alsnog toch een beetje leuk vonden. Ik weet het niet. In ieder geval volgende week voor jullie een hele grote wintershop nog online.